De rijke blogger heeft een heleboel fans die op haar aandacht wachten. Je krijgt mijn posters nog wel, maak je geen zorgen. Ah. Wauw, het is Alice. Doet ze nog een fanmeeting? Ik zou graag haar handtekening krijgen. Mijn vrienden zullen zo jaloers op me zijn. Jongens, laten we een selfie maken. Kom hier. Elke fan droomt ervan met zijn idool op de foto te gaan. Nee, je mag deze foto's aan niemand laten zien. Dit moet helpen. De hoek is heel belangrijk. Nu ziet het er zoveel beter uit. Doe je beste poses. Terwijl de rijke blogger massa's fans verzamelt, kan de arme alleen maar doen alsof ze zo beroemd is. Kun je hier even kijken, alsjeblieft? Ga eraf! Oh, nou. Ik heb een idee. Een twijl is niet slechter dan een selfie-stok. Wat ben je aan het doen? Ik laat je niet hossen op Alice Twijl. Nee, je hebt het helemaal mis. Mijn telefoon zit erin. Wacht! Ik zal het zeker in mijn verhalen plaatsen. Mijn lieve volgelingen, vandaag hebben we een heel belangrijke gebeurtenis. Jij en ik hebben de hele wereld rondgereisd. En vandaag wist ik de laatste plek op deze kraskaart uit. Onze volgende halte is de maan. Zijn jullie er klaar voor om het te zien? Zet aan! Hallo jongens! Vandaag zal ik jullie een overlevingsles geven. Het eerste wat je moet doen is water halen. Oh nee, staat het water uit? Geen nood, er zijn veel verschillende manieren om het te halen. We zullen er een van proberen. Laten we een put maken. Dit apparaat zal ons helpen. Laten we aan de slag gaan. Het lijkt erop dat mijn buren met een verbouwing begonnen zijn. Drinkwater is op een diepte van 8 tot 10 meter. Wat gebeurt er? Oh, hallo. Ik ben op zoek naar water. Je mag dit hebben. Bedankt. Zie je, het is ons gelukt. Nooit opgeven. Wat een mafcase. Wat is er aan de hand? De wifi-verbinding is hier zo slecht. Wat is dan het nut van deze reisblog? Waarom ben je zo chill? De rijke blogger heeft een hele ploeg om haar te helpen met filmen. Alice, we gaan live. Hallo besties. Vandaag neem ik de abonnees kiezen wat ik drink uitdaging op. Schrijf in de commentaren hieronder welke koffie je wil dat ik probeer en ik zal het doen. Oh, oma, kijk hier eens. Waarom zit je daar? Zeg hallo tegen mijn abonnees. Val me niet lastig. Laten we nog eens kijken. Je hebt de laatste optie gekozen en ik zal het proberen. Oh nee, oma moet het op de tafel hebben laten liggen. Maar ik kan de wens van mijn abonnees niet negeren. Zet de camera uit nu. Ik moet het damestoilet gebruiken. Goed. De arme blogger begon ook aan een uitdaging. Hallo schatjes, de uitdaging van vandaag wordt heel spannend. Ik zal koffie van andere mensen proeven. Ik geef jullie 3 mogelijkheden en jullie taak is te raden wat voor koffie ik heb. Laten we beginnen. Grote vis, kleine vis, kom maar op. Vertel me meer, bro. Wauw, het is zo dichtbij. Ja! Dat is niet cool, het is mijn koffie. Zo, ik heb dit kopje koffie weten te vangen. Het is Americano. Hé, ik praat tegen je. Bedankt voor je deelname aan mijn uitdaging. Kom terug! Hallo allemaal, je bent op Alice's kanaal en vandaag gaan we de cosmetica van luxe merken testen. Ik vraag me af, wat zit er in dit zakje? Een kleine rasp? Dat is interessant. Kijk eens hoe glanzend het is. Hij past comfortabel in mijn hand en kan je reinigingsborstel vervangen. Laten we eens kijken wat we daar nog meer hebben. Oh, dit is een miniatuur van een goudstaaf. Wat een geweldig huidverzorgingssysteem.
Waar heb ik het over? Alice, volg gewoon het script. Maar het heeft geen zin. Hoe kun je goud raspen? Probeer het gewoon. Oké, ik ben er klaar voor. Kijk eens naar dit magische schoonheidsapparaat. Dit zijn cosmetica voor echte sterren. Waarom doe ik zo vermoeiend werk? Ah! Oh, dat ziet er goed uit. Met deze schitterende highlighter zal je glans vanaf de maan te zien zijn. Dus, schrijf je in. Kusjes! Eindelijk, ik wil het eraf wassen. En ik moet echt wat rekoefeningen doen. Kijk eens naar deze papieren. Niet nu, ik ben zo moe. De arme blogger kreeg ook nog een aanbieding. Ik vraag me af, wat zit hierin? Het lijkt wel een crème. Nee, het stinkt. Gelukkig kunnen mijn abonnees niet door de camera ruiken. Maar de vergoeding is niet slecht. Goed, ik zal dit product een kans geven. De arme blogger is niet kieskeurig wat reclame betreft. Laten we beginnen. Hallo, mijn schatjes. Vandaag test ik deze natuurlijke gezichtscreme. Hij ruikt geweldig. Breng het in een dun laagje op de huid aan en wacht 2 minuten tot het geabsorbeerd is. Miauw! Hier is het resultaat. Ja, je raakt het goed. All over gezichtsblush is het nieuwe trend. Dag, schatjes. Mijn gezicht ziet eruit als een rode piet. Ik moet het er zo snel mogelijk afwassen. Ze verkoopt zeeschelpen bij de kust. Hallo, schatjes. Echt niet. Ik heb net 1 miljoen volgers bereikt. Ah! Putten, kijk eens wie er is. Ik ben zo blij dat ik dit aantal bereikt heb. Welke blogger zou je willen volgen? De rijke of de arme? Kom op, draai het om. Oh, het is mijn gouden knop. De rijke blogger krijgt dure prijzen. Hang hem op een zichtbare plaats. Dit spel is saai. Ik kijk op mijn tijdlijn. De gouden YouTube-knop is een onweerlegbaar bewijs dat je succes hebt. Echt niet? Waarom heb ik er geen gekregen? Is dit YouTube-ondersteuning? Waar is mijn knop? Vertel me de naam van je kanaal. Het is Mia Muse. Goed, ik heb je verzoek aanvaard. Bedankt! Je had het meteen moeten doen. Ik ga een bezorger ontmoeten. Ik weet zeker dat hij elk moment kan komen. Daar ben je dan. Ik heb op je zitten wachten. Kijk eens hoeveel abonnees ik heb. Gefeliciteerd. Alsjeblieft. Ja, mijn kanaal heeft nu een knop. Ik ben zo succesvol. Ik kan het niet geloven. Ik moet een foto maken. Oh nee, iemand heeft me net ontvolgd. Waarom? Ik geloof dat je deze niet meer nodig hebt. Nee, vandaag is niet mijn dag. Alles is klaar. We kunnen beginnen. Hallo allemaal. Alice is hier en vandaag gaan we de crashtest doen op deze 2 smartphones. Laten we eens kijken hoeveel deze schatjes aankunnen en of ze echt het geld waard zijn. Voor de rijke blogger is het kapotslaan van dure telefoons erg leuk. Ja, neem dat! Wauw, ik ga los! Heb je ervan genoten? Volgende keer doen we een crashtest met deze laptops. Tot ziens! Kusjes! Wauw, ik heb niet gedacht dat het zo leuk kon zijn. Het was me wat. De arme blogger wil haar gadgets niet verpletteren. Want ze heeft hard gewerkt om ze te kunnen kopen. Oh, het is Josh's smartphone. Dit zou kunnen werken. Hallo kitties! Vandaag zullen we een crashtest doen op de smartphone van mijn vriendin. Laten we eens kijken hoe sterk hij is. Maak je geen zorgen, Josh. Ik zal voorzichtig zijn. Oké, ik vertrouw je. Oh, de barsten lijken wel spinnenwebben. Het
Het scherm zou zelfs lichte hamerslagen niet kunnen verdragen. Laten we eens kijken of deze smartphone waterdicht is. Hoe gaat het met je, Mia? Oh nee, ik denk dat mijn smartphone in dit aquarium begraven kan worden. Wat heb je gedaan? Ik zal hem zo droog maken. Alsjeblieft. Je droogde hem niet, je verbrandde hem tot as. Vond je onze video leuk? Geef dan de duimen omhoog. Abonneer je op ons kanaal en vergeet niet om op het belletje te klikken. Tot ziens!